Kunnen jullie uitleggen waar we nu zijn? Dit is het magazijn van de Verfkantine, onze studio. En hier gebeurt in principe alles. Ja, de productie opnemen. Gezellige parties hier. Af en toe. Nee, schrijfsessies. Ja, precies. Gewoon echt van alles. Ja, maken van beats. Ja, hoe zijn jullie hier terechtgekomen? Ja, mijn oude werk. Ik werkte dus bij de Verfkampioen. En mijn baas die had dit pand gekocht. Of gehuurd. Ging huren. En toen was deze ruimte over. Toen vroeg ik, ja, kunnen wij daar terecht voor een studio? En toen zei hij, ja, cool. Dus wij daar gebruik van gemaakt. En hoe lang zitten jullie hier al nu? Nu 3 jaar, bijna. Langer volgens mij toch. Ja, ja. Ik denk al een jaar of 4, 4,5. 3, 4,5. Ja, zoiets. Even ja, 4,5 denk ik zo. 4,5, ja. Denk het, ja, ja. Zoiets. Goed lang. Ja, want is de plaat hier ook echt daadwerkelijk opgenomen? Of? Ja, ja, ja. Alles wat wij naar buiten brengen, gebeurt hier. In de Verfkampioen studio. Ja, de Verf. Ja, studio. Het is gewoon een ruimte eigenlijk waar we gewoon ons in kunnen doen. Ja. Ja, precies. Studio. Het is niet echt officieel studio of zo. Ja, voor ons dan wel. Dat proces van het maken van muziek, zouden jullie misschien kunnen omschrijven hoe dat voor jullie gaat? Is er bijvoorbeeld een vonkje waar een van jullie mee komt van, goh, dit lijkt me wat? Of hoe gaat meestal dat? Is een vonkje te vinden bij Toe of je zeg maar die beat wel voelt of niet. En ja. Ja, toch? Ja, nee, ik bedoel, ja, meestal, zo, ja. Ja, zo is het wel een beetje. En dan meestal slaat die vonk al over natuurlijk. En dan komt er gewoon van alles, niet uit zijn mouw, maar... Ja, het is meestal zo. Ik kom dan meestal hier, of ja, meestal met z'n tweeën gaan we hierheen. En dan, hij zit hier wel vaker dan ik. En dan, hij maakt hier gewoon beats. Ja. En dan kom ik vrij vaak wel gewoon, komen we gewoon bij elkaar hier. Net voor wij zijn in de periode van het nieuwe album en het oude album zaten hier gewoon altijd wel op een vaste dag. Altijd op dinsdag en dan vaak ook nog op een zondag of zo. Wel vaste dagen. Dus nou, in de loop van het nieuwe album gaan we dat ook wel weer aanpakken. En dan kom ik hier en dan inderdaad, hij laat gewoon een paar beats horen. En dan is het van, oké, ja, deze misschien niet. Op een gegeven moment van, ja, wow, deze, oké, cool. En dan begin ik gewoon met schrijven, zeg maar, ter plekke. Eventueel gebruik ik wel dingetjes die ik dan inderdaad in de loop van de week of afgelopen 2 weken of zo heb geschreven. Ja. Gewoon op mijn telefoon zo snel even wat dingetjes of ergens opgeschreven. En dan ontstaat er gewoon een tekst en dan ontstaat er een concept en dan... Een refrein en dan passen we hem aan en dan misschien vet hier dit. Misschien. Een bridge en dan, dan overleg je met elkaar wat te doen heeft dan met de tekst. Altijd van, hey, is dit vet? Ja, weet ik niet, oké, dan ga ik iets anders doen of zo. Ja. En hij hetzelfde met de beat, snap je, dus we vullen elkaar wel aan. En plus daarin, tijdens het tapen gebeuren er ook vaak nog dingen van, oh, dit is misschien vet om daar te doen of zo. Snap je, dus dat je echt al bezig bent met opnemen, dat er dan nog een paar dingen te binnen schieten of zo. Die dan ook uiteindelijk... gebruikt voor die productie. Ja. Want waar heeft dat mee te maken? Of een beat loopt of niet? Of wanneer die lekker is of niet? Is dat daar bij jullie een lijn in te trekken bijvoorbeeld? Of wanneer jij erdoor gepakt wordt bijvoorbeeld? Ja, ik weet niet, man. Dat is echt lastig om uit te leggen. Kijk, hij maakt best veel beats. En misschien ben ik ook wel heel kieskeurig of zo. Ik weet het niet. Er zijn ook veel mensen die gewoon heel veel beats van hem wel heel tof vinden of zo. En dat ik zoiets heb van, ja, ik vind ze wel tof, maar ik weet dat hij beter kan of zo. Dus misschien zoek ik ook wel echt de krenten uit de pap, snap je? Of zoek ik ook wel echt de pareltjes of zo. Maar dat doet hij ook. En ja, ik weet niet, wat is het? Een hele toffe baslijn of een hele toffe melodie. Of gewoon iets wat je raakt in ieder geval, zowel een beetje opgehyped of juist dan je een beetje, oké, dit is wel heel, of een rustige, kalme vibe of zo. Ja, dat is lastig om te zeggen. Dat scheelt ook echt per dag en per sfeer en per, soms is het een opzetje wat hij klaar heeft en bijvoorbeeld alleen maar 5 sporen met verschillende geluiden en dat het een opzetje is, dan heb ik al zoiets van, oh. Jawel man, maar laten we deze verder uitgaan. Deze is wel tof. En soms heeft hij bijna een hele beat klaar liggen. Waarvan ik denk van oké, deze is tof. Soms is het een hele beat waarvan ik denk van ja. Soms is het een opzetje waarvan ik denk van ja. Ja, ik weet niet man, dat is echt een lastige vraag. Ja, waarschijnlijk zullen alle beatmakers wel ervaren, alle rappers ook of zo van. De beatmakers maken zoveel beats. Die produceren zoveel. Dat
ja, er zijn, als daar allemaal teksten op zouden kunnen komen, dan zouden producers echt volgens mij echt gewoon 5-6 albums per jaar kunnen droppen, snap je? Als ze op elke beat gerapt zou worden. Ja. Dus, ja, ik weet het, is lastig. Het is gewoon lastig. Hij moet gewoon een match zijn meteen. Voelen, dus ja, precies. Ja, precies, meteen match. Gewoon dat we denken van, ja. Ja. Nou, wanneer ben jij begonnen met beats maken? Was dat ook gelijk toen je om de zolderkamer begon, bij wijze van spreken? Of is dat later gekomen? Nee, dat was wel echt later. Want we hadden dan, of ja, Melvin die maakte dan die beats voor ons. En ik vond het toen ook nog wel echt tof om gewoon coupletten te rappen en zo. En toen op een gegeven moment dacht ik gewoon, ik zag gewoon hoe dat programma werkte. Dus ik had zoiets van, ja, ik wil dat programma ook gewoon leren kennen. En toen, ja, dat is denk ik 1,5 jaar geweest nadat ik zeg maar bij hun kwam voor het eerst. Dus dat is ook alweer 8 jaar dan. Zoiets, ja. Zo uit mijn hoofd, hè. Want waar vind jij de uitdaging in het beat maken, zeg maar? Zo. Mezelf steeds weer verrassen, denk ik. En dan die productie gewoon op kunnen laten staan. Weet ik veel hoe lang. En gewoon elke keer weer verrast worden door iets of zo. Terwijl ik het zelf heb gemaakt. Mm. Ik weet niet, daar... Ben je wel eens verrast als je jezelf terug hoort, zeg maar, wat je gemaakt hebt? Of? Ja. Toen we met onze release party in grote zaal. Toen ik daar Goudkoorts en Echte Helden hoorde, toen was ik wel verrast, ja. Want dat was, ja, dat was gewoon niet normaal hard rijden. Vond ik vet. Gewoon dus dat was de laatste keer. En ja, ik weet niet, vaak verrast, niet echt vaak verrast of zo. Okay. En als je dan heb je, nou, op een gegeven moment dan komt die plaat uit en dan is het dan gelijk, ben je dan weer gewoon net zo hard bezig met nieuwe beats maken of is het dan een soort van... Nee, dan is wel even rust of zo. Vooral nu, of ja, nu de afgelopen 2 maanden best wel rustig gedaan, niet echt veel in de studio geweest. En nu wil ik dan wel weer de studio in, maar het kan niet, omdat ik dus zit met het projectprobleem. Maar ja, dat komt wel sowieso, ik voel wel dat ik weer iets moet gaan maken, ja. Ja. En natuurlijk heb ik nog heel veel dingen liggen, waar ik wel af en toe iets mee doe. We hebben toevallig vorige week volgens mij nog iets opgenomen. Ja, uiteindelijk niet echt een doel daarmee ofzo, het is gewoon leuk om te hebben. Maar ja, we blijven altijd bezig, sowieso. Hm. Er is geen dag in de week dat ik niet mijn laptop in mijn hand heb, dat ik heel even iets luister of even iets check. Ja. Dus, is dat? Ja, man. Mooi gesproken.